We staan hier nu in onze oudste melkveestal. Die hebben mijn ouders gebouwd in 1983. En voor de Wilde TV wil ik ze wat vragen stellen. En ja, ja, hartstikke leuk. En laten we bij het begin beginnen. Mam, wilde je altijd wel met een boer trouwen? Nee, dat was werkelijk niet het eerste wat ik voor ogen had. Maar ik moet je wel zeggen dat toen ik voor de klas stond en Ernst binnenkwam, dat ik wel gekocht was. Dus ik werd... Dus Ernst heeft jou gewonnen en later de koeien en de boerderij? Ik werd verliefd op Ernst en na de hand ook op de koeien en de boerderij. Oké, en weet je nog de eerste keer dat je op de boerderij kwam of dat jullie samen hebben gewerkt? Ja, dat weet ik nog. We zijn samen de melkstalling gegaan en ik mocht daar ook mee helpen. En dat deed ik dus in mijn witte broek en mijn witte linnen schoentjes. En dat heb ik allemaal één keer gedaan. Ja, tenminste, met die kleding. Met die kleding. Met die kleding. Ja. Ja. Oh, mooi. Ja. Leuk. Hey, en toen in het begin, toen jullie begonnen, toen leverden jullie de melk nog aan de coöperatie. Ja. En toen in 1990 zijn jullie hier begonnen met maken van zuivel. Ja. En gelijk in pakken, of hebben jullie nog gedacht aan glazen flessen? Meteen in pakken. Flessen waren er toen nog wel volop, maar geleidelijk aan kwamen er steeds meer pakken. En de winkels die kregen wat hekel aan statiegeld op flessen enzovoorts. Dus wij wilden graag van de flessen af. Ja, dus gelijk modern pakken. Ja, pakken, mee. Pakken met streepjescode enzovoorts. Ja. Hey, en daarvoor was je dus melkverhouder en wat ik zei, die melklever aan de coöperatie. Ja. Toen ging je zelf die melk verzuivelen en ook verkopen. Wat was voor jullie dan de grootste verandering daarin? In aanvang. Nou, de zekerheid was je kwijt. In aanvang dachten we dat produceren het lastigste was, maar geleidelijk aan, en dat geldt vandaag de dag alleen maar in sterkere mate, geleidelijk aan is de verkoop en alles wat daarmee samenhangt steeds belangrijker geworden. Je moet een heel goed product maken, maar je moet vooral ook het goede product met het goede verhaal verkopen. En ook een leuk pak. Een leuk pak wat er omheen zit, want die verkoopt jouw product. En wat we ook heel erg moesten leren was om direct te lijnen met de consument. Ja. En dat vonden we heel belangrijk, dus we hebben in de loop der jaren heel veel mensen op ons bedrijf gehad om te laten zien wat doen we nou, waar zijn we nu mee bezig en wat zit daar nu in dat vak. Ja, en dat is dan eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven. Dat is nog steeds hetzelfde gebleven. En dat is ook ontzettend belangrijk, dat mensen weten wat voor liefde er in dat vak zit. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, leuk. Dankjewel. Nou, graag gedaan.